hou enorm van het boek van Marcel Proust, A la recherche du temps perdu, Op zoek naar verloren tijd. En wat mij daar enorm ontroerde, was hoe Marcel Proust over muziek schrijft. Dat vond ik heel erg fascinerend en dat raakte mij. Het vorig jaar had Swan op een soirée bij de Verdurins een muziekstuk gehoord voor piano en viool. In het begin had hij alleen de zuiverheid van de tonen kunnen waarderen. Het was hem al een genot geweest om te horen hoe onder het ranke melodietje van de viool de bronzen pianopartij klonk. Ik heb onlangs een cd opgenomen samen met mijn zus Natalia. Dat heet La Sonate de Vinteuil en dat is dus het muziekstuk dat zo'n grote rol speelt in zijn boek. En toen, bij die opnameproces, was ik aan het denken, eigenlijk moet er nog iets komen met tekst. Tekst en muziek. Maar kijk, de hele roman van Proust is 4000 pagina's. Wat er over die sonate van Vinteuil staat, nou, ik heb het niet geteld, maar dat is ook enkele tientallen pagina's. Maar de essentie, daar waren we het snel over eens, van wat Proust probeert te doen, is hij probeert een schoonheidservaring te beschrijven. Men zegt wel dat muziek emotie is. Maar dat was niet Swan's ervaring. Dat was hem te makkelijk. Te oppervlakkig. Een dergelijke ervaring is iets als een eeuwig moment. We werken met teksten uit een heel beroemd roman. En we proberen de teksten zo dicht mogelijk bij de muziek te houden. De muziek zo dicht mogelijk bij de tekst. We proberen eigenlijk een soort van nieuwe vorm te geven. Waar muziek en tekst een eenheid vormen. Ze bevruchten elkaar. En dat is de momenten dat gebeurt. De momenten dat tekst en muziek samen iets opleveren dat meer is dan de som der delen. Daar gaat het om. De jonge pianiste bij Madame Verdurin speelde nog maar net, hoorde hij plotseling, geheimzinnig, ruisend en gebroken, het doorzichtige, vluchtige zinnetje dat hem zo lief was, zich losmaken. En naderbij komen. Ik denk het is eigenlijk een soort pleidooi voor luisteren. Hij beschrijft eigenlijk zo rijk die muziek, dat ook verleidt, hopelijk, om eens meer tijd te nemen om naar muziek te luisteren. Dat is muziek namelijk waard. Bij een beetje gecompliceerde muziek, waar men voor de eerste maal naar luistert, hoort men dikwijls haast niets. Het mooie van deze vorm is dat je krijgt eerst drie kwartier die sonaten uit elkaar getrokken en met teksten van Proust doordesemd. En na de pauze krijg je de intacte sonaten van César Franck. En ik denk dat het publiek, die sonaten behoorlijk goed kent over het algemeen, het kamermuziekpubliek, ik denk dat ze hem dan op een totaal nieuwe manier horen. En dat is mooi. Oh, wacht. Is dat misschien waarom wij klappen na een concert? Ja, niet zozeer om bijval te betonen aan de uitvoerende, maar eerder om ons juist terug te slaan in de dagelijkse werkelijkheid.